Ondanks de vaccinaties komen er in Zeeland nog steeds gevallen van mazelen bij. Als je kijkt dat wij in Zeeland toch een vrij grote gemeenschap hebben die niet vaccineert, is het wel, zoals verwacht, is het er ja, landelijk vrij veel. Ja. Als je kijkt naar andere provincies, we horen in ieder geval bij de top van drie, denk ik, provincies qua aantallen. Kort voor de zomer begonnen de mazelen in Zeeland. Op 9 juli waren er 36 meldingen. Het concentreerde zich op Tolen en in Kruiningen. Op 6 augustus was er sprake van in totaal 70 meldingen op Zuid-Beveland plus een eerste melding op Walgeren. Op 3 september telde Zeeland 125 meldingen van mazelen op Walgeren, maar inmiddels ook op Schouwen en in Terneuzen. Op 11 oktober afgelopen weekend maakte de GGD opnieuw de stand op. Er zijn inmiddels 233 officiële meldingen van mazelen in Zeeland. En het werkelijke aantal ziektegevallen schat de GGD vele malen hoger. Dat klopt. We denken dat die wel ongeveer tien keer zo hoog zijn als het aantal gemelde gevallen over het algemeen. Ja. Tien keer zo hoog Dus Dan kom je op uh, 2330. Zou je op uh, 2000 komen? Bij een officiële melding voert een arts een test uit en wordt het resultaat doorgegeven aan het RIVM. In de meeste gevallen gebeurt dat dus niet. Als er daarnaast op scholen een halve klas thuis ziek is met de mazelen, maar die zijn niet bij de dokter geweest, ja, dan weten wij dat niet, dus die zitten daar niet bij. De GGD Zeeland denkt dat de mazelenepidemie, net als in de rest van Nederland, bijna over haar hoogtepunt heen is. We zien landelijk dat op dit moment wat stabiliseert. Hè? Dat zegt het RIVM ook. En dat gevoel hebben we hier ook wel een beetje. Ja, we hebben een paar golven gehad. En ik heb het idee dat het nu misschien wel, dat ze ongeveer op top zitten of bijna.